Thomas, Stefan. Dit keer hebben jullie bepaald dat we een verstoppertje gaan spelen in de IKEA! Het is niet gesponsord trouwens. Nee, maar ik heb wel zin in een Zweedse gehaktballetje. Hebben we dus zoveel gekregen. Ja, dat klopt. We gaan het echt doen, verstoppertje spelen in de IKEA. Wat gaan we precies doen? Nou ja, we gaan alle drie los van elkaar verstoppen. En degene die het snelst gepakt wordt, die krijgt een streepje. Wat eigenlijk wel even leuk is om te zeggen. Ja. Wij hebben hier al een keer gefilmd. Daar kwam ik net achter. Oh, yeah. Wij hebben hier namelijk die hardloopwedstrijd gedaan met die medailles. Oh. Toen zijn we er best wel hard uitgeflikkerd. Tenminste, jullie. Hallo. Bij deze stoppen. Ik heb een hardloopwedstrijd. Het blijkt maar weer, omdat wij zoveel video's maken, zijn we nergens meer veilig. Nee, dus overal geweest al bijna. Komen we weer terug. Maar omdat het spannend is, vind ik dat To het spits mag afbijten. Omdat je zo'n mooie jassen hebt die je gaat beschermen. Ja, we gaan kijken of Thomas geschikt is voor de toppers in concert. Nou, daar lijkt het wel op, hè? Ja. Wat heb je aan? Dit is toch gewoon mooi? Dit is gewoon helemaal fashion en zo. Oké, ik heb hier een verborgen camera. Dus ik ga zo onopvallend mogelijk naar binnen. Want als mensen mij zien, dan kunnen jullie ook aan die mensen gaan vragen van hey, hebben jullie iemand in een gouden jas gezien? Nou, dat gaat wel lukken. Ja, gaat wel. Thomas, je krijgt van ons 5 minuten. 5 minuten, oké. Okay. Na die 5 minuten komen wij in actie om jou te gaan zoeken. Ja. Het is gewoon heel simpel, ouderwets verstoppertje spelen. En als je erbij bent, dan ben je erbij. Maar zorg wel dat je een langzame tijd neerzet. Ja, ja. Succes. Later. Kluit goed stoppen, hoop ik. Ergens in een kast of zo, of onder een bed. Of in een magazijn. Dit duurt al lang, die roltrap. Kuf. Het is nu ook mega druk in IKEA. Hoe kan dat? Het is helemaal geen vakantie of zo. Even kijken. Ja, of moet ik toch naar boven? Ja, dat hebben ze zo gecheckt, denk ik. Hoe groot is de kans dat Thomas meteen gepakt wordt? Ik denk, weet je, het ziet er namelijk raar uit. Iemand in een gouden jas die de kast inloopt. Ja. Maar ja, hij heeft geen opvallende camera mee, dus... Maar hoe groot is de kans dat wij... Ja, meteen. Ik denk meteen. Ik denk echt meteen. Deze camera's worden wel redelijk snel. Die kan je niet verstoppen, deze. Ik heb een kast gevonden, midden in dit magazijn. Daar ga ik gewoon in zitten. Ik ga die gasten nooit vinden. Ik zit nu in de kast in de IKEA. Kijk, ik heb me echt in 4 minuten verstopt, dus op zich best snel gedaan. Nu alleen hopen dat ze me echt niet vinden. Tijd is voorbij. We gaan hem zoeken. Ik zou de beginfase ook al checken, man. Nou ja, het zit sowieso ver. Ja, laten we gewoon het woonpad volgen. We moeten dus elke fucking kast moeten we open gaan trekken. Wil je elke kast in de hele IKEA gaan checken? Kast. Hoe dan? Ja, dat heeft echt geen zin. Hoe kun je het anders doen? Ja, dit is niet te doen. Dit is gewoon niet te doen. Dit is echt zo'n kast die je echt over het hoofd ziet. Dat denk ik tenminste. Ik denk dat hij helemaal door is gelopen. Waarom denk je dat? Want ik denk niet dat hij het begin gaat zetten. Want des te verder die doorloopt, des te langer wij aan het zoeken zijn waarschijnlijk. Straks zit hij in het magazijn. Dat is ook heel groot. Oh mijn god. Hoeveel kasten zouden er in dit gebouw staan? Ik denk oprecht echt wel gewoon een paar honderd. Joe, Thomas! Thomas. Je zit hier achter Thomas. Nee. Waar zit je, Thomas? Nee, je zit hier niet hoor. Iemand vinden in de IKEA is gewoon niet te doen. Zoveel kastjes, banken. Je kan zelfs hierboven verstoppen. Als je denk op 10 minuten verstopt, duurt het zo lang. Als iemand anders deze kast opentrekt, dan schiet het zich kapot. Tot nu toe is er nog geen security, dus dat is wel een voordeel. Maar dat zal denk ik niet lang meer duren. Het duurt lang. Nou, ik denk dat Giel en Stefan nu helemaal klaar mee zijn, dat ze er helemaal gek van worden. En volgens mij zijn ze nog ineens in de buurt geweest. Jongens, nog even je best doen en dan heb ik me zo gevonden. Weet je hoeveel kasten er nog gekomen? Ja, een paar duizend. Ik heb aan de boys gevraagd of ze een tip willen. Hij vraagt, willen jullie een tip? Ja, kom met die tip. Geef een tip. Als je zegt kast. Ik geef ze de tip, wit. De tip is wit. Ja, want wit kun je alles, joh. Kijk, dit is al wit. Hey, dat is balen. Hallo. Nee, hebben we niet. Nee, we zijn onze collega aan het zoeken. Ja, die zit hier echt. Die zit ergens verstopt. Ja, nee, maar want ja, weet je, we hebben in het verleden hebben dingen last gehad van vloggers. Ja. Nee, ja, maar ik kan hier niks noemen. Die jongen zit verstopt. Ja, dan doen, we kunnen de camera's uitdoen en dan gewoon doorzoeken. Ter alle tijden. Maar we hebben geen idee waar die is. Hij zit in een witte kast ergens. Ik ga IKEA van een dagmanager bellen. Ja. En uiteindelijk moeten jullie het pand gaan verlaten. Wil jij hem bellen? Ja. Leg je uit maar uit. Ik geef het dan hier. Yo. Hij is vandaag iets meer een keer beveiliging. Ja. Ik heb verzoek om het kunnen verlaten. Oké. Als je nu naar de kast komt,
Hij moet eerst naar de kassa komen en dan moet hij naar buiten. Ja, en daar is de uitgang. Oké, je zijn wel echt gepakt door de beveiliging. Dat is gezellig in deze witte kast. Hey! Een goede tijd, ouwe. Ja, toch? Ja, lekker. Het is jouw beurt, Giel. Het is mijn beurt. Ga even stoppen, zoek een leuke plek uit, beetje comfortabel. Beetje vermomd. Ja, wat zeggen jullie? Kastje, bedje? Dus laten we een plantje gaan. Oké, starttijd. 3, 2, 1, go. 5 minuten loopt. Succes, Giel! Oké, Stefan, ik heb een tactiek. Nou? Ik heb iets, kom. Wat? Ik heb iets. Wat ga je doen? Ik ben nu al vies bezig. Ik heb porto's. Dan kunnen we opsplitsen. Maar dat is best wel en dan kunnen we contact houden, snap je? Dan kan jij gewoon beginnen bij het einde. En dan begin ik bij het begin. Dat zijn we 2 keer zo snel. 2 keer slim, ouwe. Lekker wel. Ik ga lekker eten, jongens. Ik ga gewoon eten, fuck it. Ik zit lekker binnen. Weet je, ik dacht, ik kan me verstoppen overal in een kast. Ik kan me ook gewoon verstoppen in het restaurant. Kan ik lekker zitten, genieten. Ik neem een klein risicootje. Maar ja, dat is dan maar zo. Oké, Toe, daar gaan we. 3. Ja, loopt al. Oké, tof. Oké, jij begint beneden in het magazijn. En ik ga dus boven beginnen. Ja, en we houden contact met die walkie-talkies. Ja, zeker. Als dat maar goed gaat. Gaan we weer. We moeten hem echt snel pakken, oké? Ik hoop dat... Oh, er staat nu al iemand te wachten hier. Ja, dat is gezellig altijd. Dat is gezellig. Hallo. Goeiedag. Nee. Nee, we moeten even wat kasten hebben. We zijn een collega van ons die zit verstopt. Die gaan we zoeken. Oké, okay, en degene die het langst blijft zitten, die wint. En degene die het eerst gepakt wordt, die krijgt een tatoeage. Dus het staat best wat op het spel. Ik vraag het even aan onze beveiliging. Dan is die in ieder geval op de hoogte dat je binnen bent. Ja. Steven staat weer veel te lang te lullen met het personeel. Ik ga gewoon meteen zoeken hoor. Shit, this game is on. Holy shit, dat zit hier een hoop mensen. Dat is niet normaal. Fuck it. Ik heb geen idee wat ze gedaan. Ik heb geen idee. Thomas heeft nog wel niet gezien. Dat is super kut, maar ik moet wel het toiletten checken. Maar als hij op het toilet zit, is het echt wel gênant. Het is niet echt een plek om te filmen. Stefan, zo schiet het niet op, hè? Ik kom voor Thomas af. Ja, Stefan, zeg het maar. Ik heb slecht nieuws. We moeten eruit. Nee, we moeten eerst Giel vinden. Thomas, de beveiliging wil je wel helpen om de snelste weg naar de uitgang te vinden. Ja, dat lukt op zich wel, denk ik. Jij komt niet naar beneden nu? Jawel, ik kom eraan. Waar zit je, Giel? Ik ben echt zo benieuwd voor dit werk. Ik heb lekker een glaasje water gehaald. Ik zit hier gewoon. Stefan voor Thomas, over. Zeg maar, over. Ja, ik ben de wc even ingegaan, zodat we even goed kunnen communiceren. Maar die beveiliging wil echt dat we eruit gaan. Over. Ja, dus hou ze gewoon even lekker bezig. En dan probeer ik zo snel mogelijk Giel te vinden. Over. Ik heb het letterlijk nu de hele bovenverdieping gehad. En dan ga ik nu maar eens even naar beneden. Ik kan natuurlijk niet hier lullen, nu. Dus ik kan moeilijk de camera in kijken, dus daarom doe ik het even zo. Ik zit nog steeds in het restaurant. En ze hebben me nog steeds niet gezien. Hey, en als ik gewoon ga zoeken en dan niet film? Want dan, ja, dan duurt het, ja, gaat het misschien sneller, toch? Ja. Ik ga hem gewoon zoeken, ik ga niet filmen en hij gaat het magazijn even checken. Ik ga even het restaurant kijken. Ja. Best kans dat hij gewoon in een, dat hij gewoon aan een tafeltje zit gewoon. En dat zou ik namelijk doen. Ja. Vuile smeerpijp, ik wist het. Hier zit hij gewoon. Ik stop de tijd. Lekker, ouwe. Ik heb geen tijd. Lekker, ouwe. Oh, wat goed dit. Oh, wat goed Thomas dit. Is hier al langs geweest, ouwe. Dat meen je niet. Ja, hij heeft het niet gezien. Stefan voor Thomas, over. Ja, Stefan, zeg maar. Ik heb Giel gevonden. Nee, waar zit hij dan? Yo, hij staat gewoon in het restaurant, ouwe. Ik ben helemaal in het restaurant geweest, ouwe. Hij heeft 20 minuten, dus helemaal top. Lekker, Stefan heeft hem gewoon gevonden. Maar hoe dan? Ik ben in het restaurant geweest. Wat kut. Oké, maak even een bruggetje, Steve. Moet ik een bruggetje maken? Ja. We gaan nu naar Utrecht. En als Giel mijn hand slaat, zijn we er. Kijk maar. Ja jongens, het is de beurt aan Stefan. Poging 3. Poging 3. We zijn bij de volgende IKEA. We zijn er wel 2 keer al uitgestuurd. Ja. Dus ik ga ervan uit dat het deze keer ook gaat gebeuren. Ik denk ook dat ze al om de hoogte zijn dat we komen. En je moet langer dan 20,5 minuut moet je verstopt zijn in IKEA. Jij hebt 20 minuten, jij hebt 28 minuten. Dus als ik gewoon een uurtje weg blijf, dan heb ik sowieso gewonnen. Ja. 3, 2, 1, go. Tabee. Ja, daar gaan we dan. Ik ga de laatste IKEA in. Ik krijg 5 minuten voorsprong. Ik moet boven de 20 minuten uitkomen en dan verlies ik niet. Dus dat is het doel. Daar gaan we voor.
Ik probeer een verstopplek te vinden. Ik heb niet iets gezien, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Kut. Nou, we gaan er maar even zoeken. Hè. 5 minuten zijn van buiten. We moeten hem binnen die 20 minuten pakken. Hè. Dus ik ga gewoon, we gaan hem wel een beetje chaos trappen, het laatste aflevering. Is het goed? We gaan hem met filter en voorbeeld eigenlijk. Maar voor hetzelfde geld kunnen we dan helemaal niet. Daar worden we meteen bij ons kraag gevat en worden we eruit gezet. Ik denk dat ik hier onder ga. Laten we hier naar binnen gaan. Oh, ik zie nu al iemand bellen, Giel. Dat meen je. Nou, lopen dan. Ik zag meteen iemand lopen die ging bellen naar beveiliging. Ja, dit is helemaal prima. Zo zie je me niet, toch? Oké, okay, nu wachten, heel lang wachten. Ik hoop dat ik een goede tijd neerzet. Laten wij het magazijn beginnen. Waarom? Dat denk ik. Ja, dit is niet te doen, man. Nee, ik hoef niet zoveel te doen, want ik heb een dealtje gemaakt met Stefan. Als ik ervoor zorg dat Giel het kortste stop blijft, dan krijg ik speciaal bier van Stefan. Dus lekker rustig aan. Die mensen stonden zo dichtbij me en zien me niet eens. Die gast kan overal zitten. Is dat de tweede keer dat ik de hele IKEA loop door te zoeken? Het is zo moeilijk. Fuck, ik hoorde ze lopen, jongen. Ik hoorde ze gewoon praten. Deze gast spreekt me aan. Waar heb je hem gezien? Zeg nou even. Ik heb hem niet gezien. Jawel, je weet wel. Hij liep net voorbij. Hij liep net hier voorbij. Hoe lang geleden? 5 minuten geleden. Top. Hij is hier. Ze zijn door. Ze liepen langs, hè? Zijn ze door? Oh, tu ben de hel, dankjewel. Thomas en Giel zijn net langsgelopen en die meneer die mij heeft geholpen om hier te gaan zitten, die heeft gezegd dat ik door ben gelopen. Dus ze komen hier nooit meer terug. Dat is fucking chill. Ik snap het niet. Hallo. Zijn jij? Ja, wij zijn nog zoek naar onze collega, want die is hier binnen in het gebouw. Waar is het magazijn? Ja, waar is het magazijn? Ja, ik heb eerst een vraag voor jullie, dan ga ik jullie naar het magazijn verwijzen. Ja? Zijn jullie opnames te maken in de winkel? Wij zijn, maar wel van onszelf. Ja, maar wil je even pauzeren? Oh, oké, okay. Ja, is goed. Dankjewel. Ja? Mogen wij alsjeblieft onze collega verder zoeken, want wij we doen het dan zonder camera, maar we moeten hem wel vinden, want anders dan... Natuurlijk, ik begeleid jullie zomaar naar het magazijn, maar dan wel met de afspraak dat er geen opnames meer gemaakt worden. Binnen het land. Veel mensen lopen gewoon voorbij en niemand ziet meer. Hier is je niet, hè? Hier ook niet, nee. Godverdomme. Hoi, ik zou geloven, kan ik je helpen met je zoektocht? Ja, ja. De winkel is geen plek om verstoppertje te spelen en al helemaal niet in het zelfbedieningsmagazijn. Want op het moment dat ik iemand betrap, dan gaan we direct over tot aangifte. Oh, Giel belt me. Yo, Giel. Hallo, waar zit jij? Zit je in het magazijn of in de winkel? Ja, dat ligt aan wat de tijd is. Ik weet waar hij zit. Hij zit bij de mensen. Hij zit in het restaurant. Hoe weet je dat? Omdat ik fucking veel mensen hoor. Nou, waar zitten de mensen in het restaurant? Als je in het restaurant zit, jongen, ik ga het doen, ouwe. Ik ga hem zoeken. Okay, we zijn nu al over de tijd van Giel heen. Dus volgens mij krijg Giel een streepje. Waar zit hij dan? Giel, hier zit hij niet hoor, Giel. Geef het op. Hey, Giel belt me weer. Hey, Gielke. Nou, je wint hoor, Pink. Ja, je hebt verloren, hè? Ja, ik zie je buiten. Daag! Doei! Yes! Ik heb gewonnen. Waar zat je? Jullie zijn langs mij gelopen, ouwe. Echt? Ja, er kwam op een gegeven moment een vent naar jullie toe. Dat heb ik zelfs gehoord. En die zei, ja, hij is doorgelopen. Ik zat daarnaast. Maar we werden ook constant lastiggevallen door het personeel van deze mooie woonhuis. was niet langer dan jou, denk ik. Ik denk dat jij de langstijd hebt. Maar langer dan Ja, dus jij krijgt een zeepje. Je hebt een abonnementje hier, hè? Dus weer. Ja, ik heb een abonnementje hier. Ja. Dit gaat niet goed. Ik ga jullie ook nog inhalen straks. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat was hem. Streepje nummer 9. Goed, ik heb deze aflevering dus verloren. Ja, helaas jongens, streepje erbij. Vond je dit wel knijterdicht? Geef er zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En weet je wat mooi van het hele verhaal is? We zien je gewoon weer volgende week. En zoals gewoonlijk ook elke zaterdag. Tabé!